Als goed is, even momenteel in de studio zit Tim Oosterwijk en Maartje Kessels. Zeg ik het goed? Ja. Nou ja, komende zondag 30 augustus gaat het COC Limburg naar de Efteling. En ja, wat gaat er precies gebeuren op die dag? Nou, we vertrekken om 8:00 ochtends vanaf de Sommestricht. En om 9:00 maken we tussenstop station Eindhoven. En dan komen we om 10:00 aan in de Efteling. En dan gaan we daar met een stuk of 30 jongeren, die kunnen daar gewoon een hele leuke dag beleven. Gaan we s'avonds een hapje eten en dan gaan we met de bus terug naar Limburg en Eindhoven. Oké, en maakt de uitstapje ook nog deel uit van een of andere groep? Of is het een club? Mm-hmm, ja, inderdaad. We hebben in Maastricht, ze vinden elke tweede zondag van de maand, een jong en oud Limburg meeting plaats voor homo jongeren tot en met 18. En naast die maandelijkse uitstapjes maken we soms ook bijvoorbeeld een uitstapje naar de Efteling in dit geval. En dat is in dit geval aanstaande zondag. En doen jullie vaak eens een uitstapje maken? Nou, dit is de eerste van deze zomer. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen april hadden we ook een heel groot landelijk feest gegeven. En dat was heel erg succesvol. Er zijn mensen vanuit Groningen zelfs helemaal naar Maastricht gekomen, speciaal voor dat feest. Zo, hè? En aanstaande zondag wordt ook gewoon een hele leuke dag. En we kunnen de luisteraars verzekeren dat er nog wel leuke dingen op het programma komen te staan. Oké, je moet ons maar dan goed op de hoogte houden. Dat doen we zeker. Maartje, waarom gaan jullie eigenlijk naar de Efteling komende zondag? Nou, dat is eigenlijk het verzoek van de jongeren zelf. Wij vragen altijd aan de jongeren, wat willen jullie doen? En ze wilden graag naar de Efteling. En eigenlijk op kamp, maar dat vonden we nog een te grote stap. Dus we gaan eerst eens naar de Efteling. En als het bevalt, gaan we volgend jaar misschien op kamp. Oké, dus we hadden de bedoeling voor jullie elk jaar een van de zomervakanties. Als het een succes is wel, ja. Ja, Tim en Maartje zitten nog steeds in de studio over de trip naar de Efteling met het COC hier in Limburg. Kunnen mensen zich nog aanmelden om mee te gaan komende zondag naar de Efteling? De aanmeldingen waren in principe tot en met zondag 20 augustus. Want we hebben gewoon eenmaal beperkte plaats in de bus en die is nu zo ongeveer vol. Dus aanmeldingen zijn in principe niet meer mogelijk, ben ik nog. Oké, dat is wel jammer dan. En Maartje... toen Tim en Antoine hier was, hebben ze ook verteld over Express. Hoe zit het met de voorbereidingen nog? Dat gaat starten binnenkort. Okay. In oktober willen we daarmee beginnen. En dat zal elke derde vrijdag van de maand gaan plaatsvinden in het COC-gebouw. En dat zal zich richten op jongeren van 18 tot en met 26. Dus net de groep na jong en oud. We zagen toch dat die vaak in een gat vallen en dat willen we opvangen. En de avond zal bestaan uit een gewone ontmoetingsavond met een DJ. En waar ze zichzelf goed kunnen amuseren en elkaar kunnen ontmoeten. Oké, dan begint dan binnenkort in september, hè? Nee, oktober. Oktober. Oké, en dan, dus voor een navolging van jong en oud. Dan, maar ja, na die 26 jaar valt weer een gat. Waar gaan ze dan weer naartoe? Dat klopt, maar de avonden van Expresso zijn überhaupt open avonden waar in principe iedereen gewoon binnen mag, maar waardoor Expresso dan gewoon een heleboel jongeren aanwezig zijn. En Expresso is met name bedoeld inderdaad voor de mensen die net te oud zijn voor jong en oud, maar nog niet echt toe zijn om bijvoorbeeld naar feesten als de Pink Party of de Laaflust te gaan. En we hopen in ieder geval dat de mensen die dan na Expresso iets hebben van ja, daar wil ik niet meer heen, die gaan dan gewoon naar Lavelus of andere feesten. Expresso is wel echt een vervolg op jong en oud waar mensen nog op een redelijk laagdrempelige manier wel een heel erg leuke avond kunnen hebben. Oké, en misschien kunnen we dan nog even voor de tijd nog even dieper op ingaan. Ik wil je hartelijk danken. Nou, graag gedaan. Graag gedaan. Dus ik even kort samenvat. In oktober begint Express en komende zondag is trip naar de Efteling. Ja, klopt. Ja. Oké, dankjewel Tim Oosterwijk en Maartje Kessels. En tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Tot ziens.